mensen, welkom bij een nieuwe video. Hiltka Corps. Vandaag spelen we weer Clash Royale. Laat zeker een like achter. En we gaan vandaag iets spelen, zeg maar. We gaan gewoon doen wat jullie, zeg maar, vragen. Want ik heb dus een video gemaakt. Daar heb ik gezegd van, wat moet ik nu doen met Clash Royale? Jullie hebben heel veel comments achtergelaten. En ik heb ook gewoon een beetje besloten om een beetje te gaan doen wat jullie willen zien. Want sommige YouTubers zeggen van, weet je wat, scheid aan mijn kijkers, of niet helemaal scheid. Maar die zeggen in ieder geval van, ik doe lekker wat ik zelf wil. Dat doe ik ook wel redelijk. Ik kies zelf de games die ik wil, Fortnite en Clash Royale. Maar wat ik dan in die games doe, laat ik meer aan jullie over. En jullie zeiden dus, dat jullie heel graag wilden zien dat ik ging pushen online met verschillende decks. En daar ben ik dus heel erg mee bezig geweest de laatste tijd. Wel offline, niet op video. Omdat ik dus betere decks wil zoeken voor online, om te pushen voor mij, zeg maar. Wat mij ligt, welke decks mij lekker liggen. Ik heb nu heel veel decks al gespeeld. Ik heb nog geen goed deck gevonden. Ik ben eerlijk met jullie, ik heb nog geen goed deck gevonden. Wel heb ik nu een best wel leuk deck klaarstaan waar ik nu een beetje mee bezig ben. En ik vind het eigenlijk best wel leuk om met de deck te spelen. Dus wil ik het eventjes aan jullie laten zien. En ben ik heel benieuwd wat jullie van het deck vinden. Misschien kunnen we hem ook wel gebruiken. Alhoewel, het heeft waarschijnlijk wel wat kaarten die misschien niet iedereen helemaal geüpgrade heeft. Maar in ieder geval, we gaan dus met dit deck spelen. Ik ben heel benieuwd wat jullie van het deck vinden. Maar jullie vinden het dus sowieso leuk om te zien dat ik met verschillende decks online push. Dus dat gaan we zeker doen. En ik heb nog gezien dat mensen heel erg vroegen naar Dutch Corps eSports. Wanneer wordt dat nou groter? Ben ik ook een beetje achter de schermen, zeg maar. Een beetje langzaam komt er weer beweging in Dutch Corps eSports. En misschien komt dat ook wel weer terug op mijn kanaal. Maar nu eerst dus online pushen met verschillende decks. En dit is het deck dat ik heb. En ik vind het een zo grappig deckje. Het is dus een Giant Rocket beetachtig deck, want je hebt deze, deze en deze. Ik vind het wel gewoon een leuk deckje eigenlijk om mee te spelen. Rocket hebben we dus, en moet je kijken die levels trouwens, hè? Max level commons en level 10 rares. Ik hoor daar echt heel hoog mee te komen. Maar misschien ligt het deck mij niet goed. Ik heb 2 potjes mee gespeeld, 1 gewonnen, 1 verloren. Dat is heel weinig, ik weet het. Maar ik vond het deck wel echt leuk om mee te spelen. Dus we gaan even kijken of we er wat mee kunnen. En ik denk dat dit deck ook wel een beetje potentie heeft. Alleen ik speel normaal gesproken echt nooit Giant, dus dat is een beetje het probleem. Trouwens, mijn haar zit ook nog helemaal niet goed. Ik ben net uit de douche gekomen. Het is voor mij nu 10:30 in de ochtend. En ik heb de eerste 2 uurtjes heb ik vrij op mijn school. Dus dan kan ik heel laat pas naar school. Dus dat is heel erg chill natuurlijk. Dit is altijd even vervelend. Nu gaat hij dit misschien zappen. Dan kom ik denk ik gewoon gelijk. Ja, kijk, we doen gewoon gelijk de Giant hiervoor. Met Bats erbij. Want hij heeft net al zijn zap gebruikt. Let's go, dan gaan we even kijken. Oké, hij heeft een kanonnetje. Nou, die kanon die gaat best wel snel dood, denk ik. Oeh, poison op defense. Hij heeft dus poison en zap. En dit gaan we even zappen, zo. Poison en zap heeft hij dus. Wat betekent dat we weten wat hij straks tegen mijn Maynard heeft. Die Maynard is een beetje de kaart voor de verrassing. Die wil ik altijd een beetje mee wachten. En als hij dan zijn counters gebruikt heeft, kunnen we er vol in gaan met die Maynard. Maar hij heeft dus een poison. Dus als hij poison gebruikt heeft, dan kunnen we met onze Maynard in de aanval. Doe even de Mega Man hier zo. Daar komt zijn Hogwider. Doe even snel dit. Gaat hij dit waarschijnlijk weer zappen. Maar dan hebben we wel weer iets voor onze. Ja, kijk, dan gaan we gewoon gelijk. Weet je wat? Dan gaan we gewoon gelijk weer komen met die Giant. En dan dan gaan we gewoon gelijk weer komen. Oh, oké, het is ook excuus. En dan weten we dat ook. Dus waarschijnlijk wordt dit potje niet iets leuks. Dan ga ik met die Maynard doen. Ik denk niet dat ik iets leuks met die Maynard ga doen, dit potje. Dit gaan we natuurlijk gelijk zappen. Zo, maar we doen wel heel veel damage, zeg, met deze push. Maar dat is een beetje jammer dat hij dus Executioner heeft. Dus de Maynard wordt niet echt gebruikt, denk ik. Misschien wel op verdediging. Bijvoorbeeld nu dus. Doe even dit en zo, ja. Dan leiden we die Executioner even af. Gaat hij dit waarschijnlijk poisonen? Oh, hij gaat het zappen. Ik had het poison misschien wel eens extra chip. Maar dat is wel vervelende. Dat merkte ik dus ook laatst ook. Hogwiders verdedigen gaat niet zonder damage eraf, zeg maar. Het is best wel lastig om met de deck Hogwiders te verdedigen. Want hij kan predictive vuurbal als ik mijn Maynard verdedig. Hij kan predictive log als ik met mijn gang verdedig. En hij kan gewoon zappen als ik met mijn bats verdedigen. En dit gaan we gewoon rocketen. Dit is gewoon een helemaal prima rocket. Helemaal value. Want we moeten sowieso die toren nog pakken een keer. Dus dat is heel erg value. Als je nu gaat rocketen, gaan we dit even zappen. En doe even dit hier zo. En als ik hem was, wou ik net zeggen, dan had ik predictive poison ook gedropt. En dat heeft hij ook gedaan. Goed gespeeld van hem. Nu weten we wel. Als hij nu execution in de back dropt, zou dat helemaal top zijn. Dan kan ik met mijn ik ga even met mijn giant. Zo. Doe even dit hier. Dan moeten we dit even zappen. Zo. Top. Doe even de badge hier zo. En dan vrees ik dat hij mijn toren gaat pakken met deze push. Ik vrees dat hij mijn toren gaat pakken. Hij pakt mijn toren. Oké, dan moeten we straks nog even 1 rocket knallen op die rechterkant. Doen we gewoon nu. En dan ben ik bouwen toch wel een beetje. Want ik heb het toch wel een beetje weglopen geven, zie ik nu. Dan zappen we dit eventjes zo. Skeleton extra damage. Nice. Wel kunnen we nu
toch wel druk makkelijker zetten. Want hij kan met zijn kanon minder makkelijk verdedigen. Aangezien we dan gewoon dingen erop kunnen leggen. Zoals dit hier, let op. Zo, dan knal ik even een rocket hier op zijn executioner. Zo, gewoon extra chip, kom op. Snel, snel, rocket sneller, boom. Dan doet die Mega Man zeker nog wat damage. Doe eventjes dit hier. Ook al gaat hij dit gewoon zappen, dan die bats doen alsnog heel wat damage. Moet je kijken, hij zapt het niet eens. Dan doen wij weer Giant hoog. Doen we weer Mega Man hoog. En dan blijven we die druk zetten. Dan blijven we de druk zetten. Doen we natuurlijk dit hier nou. Oh, hij poisoned nu. En zapt. Oh, dit is een opening. Dit is een opening. Dit is een opening. Oh, de Minord. Wat doet hij nou de poison? Oh, slecht. Nu kunnen we wel een rocket op defense knallen. Komt hij 100% zeker met zijn Hulk Rider. Ja, daar is hij. Zo. Oh, maar dit is slecht gespeeld, zeg jongens. Maar zie je wel wat ik bedoel? Dit deck heeft voor mijn gevoel echt wel potentie. Alleen, ik speelde dit potje gewoon echt verschrikkelijk slecht. Maar ja, dat had ik ook altijd verwacht als ik mijn Giant in het midden erop dat hij dat zou doen. Nee, ik speel dit potje heel slecht hoor. Maar ik heb wel het gevoel dat dit deck potentie heeft. Ik heb echt wel het gevoel dat dit deck potentie heeft. Maar ja, slecht potje. Had ik veel beter moeten spelen. Geen excuses voor. Moet ik gewoon toegeven. Geef ik ook gewoon toe. En we gaan gewoon door. Even kijken of we de volgende potje wel kunnen winnen. We komen tegen deze boy, level 13. Was wat minder. Even kijken hoor. Maar Hulk Rider is natuurlijk wel vervelend. Ik zit nu te denken. Ja, hij kwam nooit met zijn Night Force Hulk Rider. Anders had ik dat gewoon kunnen rocketen. Dat is natuurlijk ook gewoon makkelijk. Zo, nu even Mega Man in de back. Zo lekker. Even denken. Ice Spirit. Bats. Gaat hij zappen? Denk ik. Heeft hij zap? Ja, iedereen speelt zap. Echt letterlijk iedereen. Of de Goblin Gang hier zo. Oh, waarom drop ik die nou daar en niet op die barbaar? God, slecht gespeeld weer voor mij. We spelen weer eens niet goed. Kom op, Oh, jongens toch. Jongens toch. Hij pakt gewoon met één push letterlijk, denk ik, meer dan een derde van mijn toren. Geen beste zaak dus. En ook nog een P.E.K.K.A. Beetje counter. Kunt natuurlijk wel gewoon winnen hoor, maar het gaat wel lastig worden. Mega Man hierbij. Doe ik even de Ice Spirit hier ook nog eens bij. Om die dik te vertragen. Zo, nou dat is helemaal prima dat je dit doet. Gaan we dit eventjes zappen. Ook al gaat die Giant toch geen hits doen op de toren. Killen we wel die Mega Minion niet eens. Dat is nog vervelender dat we die Mega Minion niet eens killen. Gooi ik even een horde hier op zo. Ja, prima dat ik hier een horde op gooi. En dan doen we denk ik even de Giant hier zo om die bomber af te leiden. Zo, toppie. Oké, okay, prima. Dan wil de Giant iets hoger kunnen doppen, want die arme Minord gaat helemaal naar de vielen pijnen. Doen we eventjes de Mega Minion hier zo heen. Zo, dan wachten we even snel dat we hopelijk die... we hoeven niet eens te zappen. Oh, dit ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit, jongens. Dit ziet er heel goed uit. We winnen dit misschien toch nog wel. We pakken de toren namelijk nu al. We hebben de druk toch hoog weten te zetten. En heeft hij niet kunnen cyclen naar nog een P.E.K.K.A. En dat is ook wat je moet doen met een Giant deck. Als je tegen P.E.K.K.A. komt, probeer zijn P.E.K.K.A. eruit te cyclen. En dat is nu gelukt, dit potje. Wel moeten we nog deze toren verdedigen, waar nog 1952 levens op zit. Dan doen we even dit. En dan ga ik gelijk Giant hoog. Gelijk die druk zetten. Geef hem geen P.E.K.K.A. opportunity. Geef hem geen hele grote kans om te gaan pushen. Het is mooi dat u, doordat die P.E.K.K.A. wordt afgeleid, gaat die... Skeleton Barrel gaat veel naar voren. Zo, en nu gaan we even die P.E.K.K.A. naar deze kant lokken. Zo, top. En dan gooien we dit eventjes hierop. Nice. En dan hebben we wat damage gedaan. Oh nee, die Iceberg totale overcommit. Iceberg totale overcommit. Al wel, nee, het valt heel erg mee. Totaal niet overcommit. Ik dacht even dat ik overcommit was. Mooi die P.E.K.K.A. afgeleid zo. En nu zitten we weer op de toren via die kant. Ik ga dit gewoon rocketen. Puur voor de chip damage. Aangezien als hij nu onze linkertoren op een of andere manier nog weet te pakken. Dan hoeven we nog twee rockets rechts te gooien. Dus dat is een heel goed teken. We gaan nu gewoon weer Giant hoog. Puur en alleen omdat hij dan weer op defense moet. En dat hij dat toch niet gaat redden. En ik ga nu denk ik gewoon die battle ram laten gaan. Aangezien we nu toch die toren pakken. Pak je nog maar even onze toren. Ik denk dat het niet eens lukt nog meer. Nee, het lukt niet eens meer. Nee, dat was een lekker potje. Best wel makkelijke win. Had ik van tevoren niet verwacht. Maar toch hebben we het gewoon wel lekker weer gewonnen. En daar ben ik zeker blij mee. En zie je, ik heb toch wel het gevoel dat dit deck potentie heeft dus. Maar ik moet er echt nog wel mee oefenen. Ik heb nu er 4 potjes in mijn hele leven met het deck gespeeld. Dus dat is nog best wel heel erg weinig. We komen tegen deze boy. Ik denk dat dat Griekse cijfertjes zijn. Nou nee, van mij niet Grieks. Een omgekeerde N. Uit welk land zou dat nou komen? Ik heb geen idee. We doen even Iceberg hoog. En ik moet zo echt naar school. Even kijken. Giant in the back. Zo. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oeh, lavahound. Nou, op zich hebben we wel het een en ander tegen de lavahound. Ik ga even de Goblin Gang hierachter doen. Op zich een hele rare keuze. Maar dan wil ik eventjes kijken of hij
dit dropt. En dat is heel dom van hem, want ik heb meer nooit. Kijk, dat bedoel ik. Dit was toch een Goblin Gang achter een Giant. Wie doet dat? Oh, hij heeft ook vuurbal. Oh god. Goblin Gang achter de Giant. Wie doet dat nou? Een hele gekke keuze natuurlijk, normaal gesproken. Maar nu werkt het dus heel erg goed. En dit vind ik altijd zo vervelend dat altijd die lava decks die minions hebben, die kan je niet zappen. Dat is zo vervelend aan die minions. Wel doen we wat chip damage. Maar hij heeft dus arrows en vuurbal. Wat betekent rip, maar dan ook echt rip mijn minionhoort. Die wordt gewoon door alle kanten wordt die gewoon gepakt, die minionhoort. Dus daar moeten we zeker voor oppassen. We hebben gelukkig wel weer kunnen terugzaken naar nog een giant. Ik heb een rocket dat voor zijn ballon kan gaan werken. Ik weet niet of hij een ballon heeft. En daar heeft hij er eentje. Nou, de rocket dit eventjes natuurlijk. Best wel een counter in die zin. Dat we daarvoor een rocket hebben. Hij denkt ook wel, wow, dit is wel een hele erg counter. Maar hij heeft ook wel een beetje counter voor ons. Dat hij vuurbal en arrows heeft. Wat betekent dat we heel weinig gaan doen met mijn Minord. Hij heeft ook nog eens barbaren. Ook heel sterk voor onze giant te stoppen. Dus hij heeft op zich ook wel wat counters voor mij. Maar ik ook wel weer voor hem. Want ik heb ook drie verschillende dingen waarmee ik er kan verdedigen. Dus het is een beetje een counter op counter. Een beetje, ja, ik zou toch wel zeggen dat ik een betere matchup heb. Maar alsnog niet een hele makkelijke of zo. Dit gaan we niet zappen. We doen eventjes de Mega Minion hier zo. Dan doen wij even de... Ik zit te twijfelen of we Giant via... Ja, we gaan Giant via links doen. Waarom? Ik kan in principe met alleen een Mega Minion zijn lava uitstoppen. In principe, als hij niet dit doet en hij doet het dus wel. Maar ik wou dus even uitleggen. In principe kan ik zijn lava uitstoppen met alleen... Rip. Even kijken hoe ga ik dit doen. Dit ga ik rocketen. Zo. Kom op, jongens. Denken. Zo. Nee, oké. Dat hebben we niet kunnen stoppen. Ik wou nog even uitleggen waarom ik dat dus deed. Ik weet niet of ik daar tijd nu voor heb. Ik ben nu eventjes in heel erg concentratie namelijk. Ik kon in principe met mijn Mega Man in zijn lava uitstoppen. En dan had hij alles op defense moeten droppen. Bij mijn Giant. En ik wil eigenlijk niet die toren rocketen. Want ik wil die rocket bewaren voor... Dit ga ik dus namelijk even zappen. Oh! Oké. Minord om heel snel die barbaren te killen. Dan moeten we eventjes heel gauw nog raken naar nog een zap. Dan komen daar zijn arrows. Dan komen daar dit. En dan heb ik nu wel mijn zap nog ready voor dit. Maar ik vrees dat ik dit niet kan verdedigen. Ik moet hier een rocket op plaatsen. Miner erbij. Miner kan ik er niet bij catchen. Zo. Hij denkt dat... Oh, mooie rocket. Oh, mooie rocket, jongens. Oh, mooie rocket. We hebben heel misschien dat we verdedigen. Nee, we kunnen niet verdedigen. Wel played. Wel played. Het was mijn keuze dus om Giant via de andere kant te gaan. Hij deed precies wat ik niet wou dat hij deed. Hij ging al in via mijn rechterkant in plaats van mijn Giant push te verdedigen. Heeft hij zeker goed gespeeld. En daardoor hebben we het potje verloren. Doe nog even eentje, want ik moet eigenlijk bijna naar school nu. Ik kom tegen Osdabaubakar. Good luck. Oké. Nou ja. Wasted arrows. Hij heeft kennelijk zijn arrows gewaste. Verspeeld dus. Nou oké, dat kan. Doe even de bats in de back. Als jullie trouwens denken dat er één dingetje fout is aan het deck of zo, of gewoon iets waarmee je de deck beter kan maken, gewoon één kaart wisselen die ik wel geleveld heb, zeg maar, laat het zeker achter in de comments. Want ik ben dus wel een beetje zoekende met het deck, maar ik denk wel dat ik Giant wil gaan spelen. Aangezien dat sterk is tegen Mortier, aangezien dat sterk is tegen level 2 Miner, oh mijn god. Aangezien dat sterk is tegen Mortier, aangezien ik hem gewoon level 10 heb en het sowieso op dit moment best een goede kaart is. En we gaan nu even in mijn Minord komen. Zo, dit gaat lastig worden. Ik ben benieuwd, heeft hij ook arrows nu? Hij heeft Executioner, dat zie je wel vaker op zich. Oh, en een Tornado, ja, oké. Heel erg koud voor ons deck natuurlijk. Tornado, Executioner, Poison, dat is wel echt counter. Waarschijnlijk heeft hij ook nog eens een zap. Oh nee, even log. Hij had wel log. Oké, dat scheelt al een beetje. Maar dat is wel een beetje een counter. Ik hoop dat hij nu met een Hogwarts komt. Oké, dat. Ik weet niet precies waarom. Kijken of we deze Executioner kunnen omcirkelen. Is dat, neemt dat drie? Ja, drie schoten. Kijk dan heerlijk die bats. Hoe die zo'n Executioner kunnen stoppen. Oh, snap dit. Ik wou serieus met mijn Goblin Gang gaan komen. Maar gelukkig deed hij het iets eerder. Die log. Waardoor ik dus rustig op deze manier zijn Miner kon stoppen. Doe even de Giant in de back. Misschien heb ik hem iets hoger moeten doen. Want als ik nu zijn Knight wil stoppen. Oh nee, laat maar. Ik wou zeggen, als ik zijn Knight nu wil stoppen. Moet ik een Mega Minion gebruiken. Maar die gaat dan voor de Giant komen. Maar dat gebeurt gelukkig niet. Ik hoef trouwens helemaal niet die Knight te stoppen. Dat doet de toren al. Maar dat zijn van die kleine dingetjes. Dat zijn die kleine dingetjes waar ik me dan toch... Waar ik toch rekening mee hou als ik mijn Giant dan drop. Snel even in de achterhoofd. Snel. Oké, er komt een Knight aan. Dus dan dat. En dit is echt heel goed verdedigd van hem. Wel played. Heel goed wel played. Echt waar. Dat zijn van die kleine dingetjes. Daar ik dan een beetje in mijn achterhoofd aan denk. Maar ja, in ieder geval heb ik prima gedaan gewoon. Doe eventjes dit. Hier gaat hij weer predictive log. Ik gok dat hij dat niet doet. Nee, dat doet hij nu niet. En nu doet hij dat niet. Waardoor hij dat waarschijnlijk de volgende keer ook niet doet. En dan kom ik wel weer met mijn... Dit ga ik gewoon rocketen. Dit is gewoon 7 elixir. 7 voor 6.
Oh, dan mis ik dit. Ja. En nu ga ik dus wel komen met de Goblin Gang op zijn miner. Ik ben heel benieuwd of je dat... Nou ja, doet nu gewoon een dit. Oké, nou ja. Prima op zich. Even Giant in de back. Ik dacht dat we eventjes een Giant in de back moeten doen. Als hij dan Execution in de back doet, is hopelijk zijn Execution zo ver naar voren dat het niet heel veel helpt meer bij hem. Oké, hij zit druk hoog. Vind ik goed van hem. Vind ik zeker goed. We moeten eigenlijk die... Oh, gelukkig die Knight daarop zit. Toppie. Dan komt hij nu... Oh, die... Ja, dat is slim dat hij hem zo hoog zet. Geeft hij me niet echt value. Geeft hij me zeker even geen rocket value. Doet hij zeker goed. Dan gaan we eventjes... Giant weer om de back doen. Zo. Mooie log. Dit zo hier. Gaat hij dit poisonen? Nee. Ja, doet hij wel bedoel ik. Sorry. Zo. Ja, oké. Okay. Bats in de back. Rocket even deze Executioner. Zo. Oh, lekker met de Knight erbij. Oh, lekker. Oké, okay, nou gaan we even kijken. Hij heeft ook Tornado natuurlijk. En hij heeft ook nog eens een dat. Gaan we even gelijk nog een Giant hoger doen. We zetten die druk hoog. Hij heeft net zijn Tornado gebruikt. Doen we even de Mega Minion. Hoppatee, doen we de Ice Spirit. Oh, Ice Spirit. Overleeft het niet. Hij verdedigt dit wel extreem goed hoor, jongens. Hij verdedigt dit wel echt. En daar is weer het. Het is wel een counterdeck. Ik denk dat ik nu een beetje moet gaan oppassen dat ik niet dit alsnog verlies. Ik had op één manier dit misschien nog kunnen winnen. Is om de druk enorm hoog te zetten met mijn rockets. Maar dat gaat hem nu niet worden meer. Dat is nu te laat al voor. Die goblins zijn zo vervelend, jongen. Holy. Die goblins zijn zo vervelend. Dat weet ik. Omdat ik in mijn mortierdeck ook altijd goblins gebruik. Maar hij verdedigt dit gewoon extreem goed. Hoe moeten we hier doorheen komen? Ik weet het letterlijk niet. Hij heeft het zeker heel goed gespeeld. Het was ook wel een beetje een counterdeck. Wel played. En daar ben ik eigenlijk best wel tevreden mee dat we het niet verloren hebben. Maar het kan ook een beetje door zijn level 2 miner bijvoorbeeld. Dat scheelt natuurlijk ook wel heel erg. Jongens, ik ga hierbij de video afsluiten. Ik vind het deck redelijk, maar ik vind toch dat er iets mis. Ik vind die rocket wel echt chill bij die giant passen. Maar toch mist er iets in het deck. Weet jullie dit? Laat zeker aan het commentaar. Ik hoop dat je de video. Ik zie me de volgende video. En tot dan!